Hallo cliënten van de Boldershof, hartelijk welkom. Mieke heeft mij gevraagd of ik wat wil voorlezen voor jullie. Maar ik wil eigenlijk eerst wel even weten, gaat het allemaal goed met jullie? Ik hoop het wel. Ik hoop dat leuke dingen worden verzonnen voor jullie, zoals dit voorlezen en zo. Zodat je toch enige afleiding hebt in deze tijd van corona. Toch gaat het heel goed op Boldershof, want we hebben eigenlijk... Ja, het is maar één cliënt die er een beetje last van heeft. Dat weten we niet helemaal zeker. En voor de rest zijn we eigenlijk nog gezond. Of ja, misschien een gewoon griepje. Maar hebben we weinig corona hier. Tot nog toe. Even afkloppen. Nou, ik ga voorlezen nu, ja. Ik ga voorlezen uit dit boek. Het rode kippetje. Maar nu gaat het over de eend en de vos. Een eend ging eens een eindje wandelen. Het was lekker weer en ze voelde zich blij en zorgeloos. Bij de rand van het bos gekomen zag ze plotseling de vos die tegen een boom geleund zat. Ah, dat treft goed, zei de vos. Ik heb reuzenhonger en een lekker eendje zou mij best smaken. Lieve vos, zei de eend geschrokken, wil je mij opeten? Jammer dat ik mij vandaag niet lekker voel. Ik heb vast iets verkeerds gegeten. Ik geloof dat ik moet overgeven. Bah, riep de vos, een zieke eend lust ik niet. Kruip maar vlug in bed en zorg dat je gauw weer beter wordt. Opgelucht liep de eend naar huis en onderweg plukte ze een bosje bloemen om haar redding te vieren. Maar toen ze thuis gezellig een kopje thee zat te drinken, dacht ze, wat moet ik zeggen als ik de vos weer tegenkom? De volgende dag ging de vos naar het huisje van de eend om eens te kijken of ze al beter was. Hallo, lieve vriendin, zei hij huichelachtig. Hoe gaat het nu met je? Een stuk beter, vos, zei ze, maar helaas schikt het me vandaag niet zo goed. Ik moet op bezoek bij mijn tante, die jarig is. Zo, heb je ook nog een tante, zei de slimme vos. Hoe ziet zij eruit? Mijn tante is groot en dik, zei het eendje. Dan ga ik met je mee. En stiekem dacht de vos, ik eet eerst lekker die tante op en samen gingen ze op weg. Toen ze bij de rivier kwamen, sprong de eend plotseling hop in het water en zwom naar de overkant. Eendje, wat doe je nou? Riep de vos wanhopig. Je weet toch dat ik niet kan zwemmen? Kun je niet zwemmen? Riep de eend. Wat jammer, dan moet ik alleen naar mijn tante. En vrolijk huppelde ze weg. De dag erop moest de eend weer een nieuwe list bedenken. Ze haalde een schep uit de schuur en begon een kuil te graven. Dieper en dieper groef ze toen de kuil groot genoeg was. Legde ze dunne takjes overheen, daarover strooide ze bladeren en tot slot een laagje aarde. Zo kon niemand zien dat ze een mooie valkuil had gemaakt. 'S morgens werd de vos wakker en rekte zich uit. Tjonge, wat heb ik een honger, dacht hij. Vandaag eet ik de eend op. Deze zal er dit keer niet aan ontkomen. En haastig ging hij op weg. Eendje, riep de vos al van verre, nu moet ik je toch echt opeten. Ik rammel van de honger. Ja, vos, lieve vriend, ik sta al op je te wachten, sprak de eend. Ik hoop dat het je zal smaken. Ongeduldig rende de vos naar voren. Plotseling zakte de grond onder zijn voeten weg en viel hij in een diepe kuil. Help, haal me er onmiddellijk uit, brulde hij woedend. Maar de eend liep tevreden naar huis. 'S nachts hoorden ze de vos nog luid jammeren. Toen het ochtend werd, ging de eend terug en keek in de kuil. Lieve eend, smeekte de vos huilend, haal me eruit. Ik beloof dat ik nooit meer eenden zal opeten. Afgesproken, zei de eend, ik zal je helpen. Ze haalde thuis een stevig touw en trok daarmee de vos omhoog. Wat was die blij. Om de eerste honger van de vos te stillen, had de slimme eend ook nog wat eten meegenomen. Eendje, zei hij voldaan, toen hij zijn buikje rond had gegeten, ik hou van je. Wil je met me trouwen? Nee, zei de eend, ik trouw niet met je. Vossen houden te veel van eenden. Maar vrienden kunnen we wel zijn. Nou, en zo eindigt het. Heel gezellig met z'n tweetjes. Ze zijn dus vriendjes geworden. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag!